Voor het paramedisch interventieteam van het AZ Jan Paul Fijn en het AZ Sint Lucas is het vandaag de eerste werkdag. En die nieuwe start wordt vanmorgen vastgelegd voor de archieven. De pitambulance ziet eruit zoals een gewone ambulance, maar het verschil zit hem in wie er mee rijdt. Je kunt dat best omschrijven als een beetje een tussenslag, een midden eigenlijk tussen een reguliere ambulance en een MUG-dienst. Waar de ambulance bemand is met twee ambulanciers, is de pit die is eigenlijk bemand met een ambulancier en een spoedverpleegkundige. Terwijl de MUG die is dan een spoedverpleegkundige samen met een MUG-arts. Op die manier kunnen bepaalde spoedgevallen waarvoor de arts van een MUG-dienst overgekwalificeerd is, worden opgevolgd door een pit. Bijvoorbeeld een situatie waar een ambulance vroeger op uitkwam, een kind met een polsfractuur. Daar was het eigenlijk de praktijk om dan met heel veel zorg en liefde het kind in de ambulance te brengen, naar de spoedgevallen te voeren. Maar er kan nog geen pijnstilling ter plaatse zijn. Of men moet een MUG bijvragen in bijstand om die pijnstilling te voorzien. De pit hier heeft eigenlijk alle middelen al aanwezig en kan eigenlijk onmiddellijk kijken echt voor het comfort van de patiënt. Ook binnenin is er weinig verschil met een gewone ambulance, op twee dingen na. Dat is hier onze monitor die we eraan toegevoegd hebben. Dat maakt dat we de vitale parameters en zoals bloeddruk, pols, dat we die allemaal heel nauwgezet kunnen opvolgen en dat we daar ook kunnen naar handelen als dat nodig is. En dus naast de monitor hebben we ook onze tas mee, die eigenlijk specifiek gevuld is met allerlei materiaal, medicatie, om onze patiënt te stabiliseren en al deels als we kunnen te behandelen. Het UZ in Gent werkt al langer met zo'n paramedisch interventieteam. Voor deze PIT-dienst werkt het AZ Jan Paul Fijn samen met het AZ Sint Lucas en Brandweerzone Centrum. Je kan de PIT-dienst dan ook niet rechtstreeks opbellen. Nee, het is dus nog altijd inderdaad de noodcentrale 112 die, wanneer er een oproep binnenkomt, die eigenlijk via de juiste flowchart en beslisbomen die gaat kijken welke middelen eigenlijk ter plaatse moet gestuurd worden. Zij doen de regulatie.